jarig is. Lekker. Onderweg iets niet journal dish-achtig te doen. We gaan even shoppen. Ja. Het lijkt de makkelijkste, maar uiteindelijk is het best ingewikkeld. Ja. En we gaan even limonade met een ijsblokje drinken. Ja. Het voelt een beetje awkward zo filmend over een pad. We hebben al eerder wat getest en die waren heel fijn. Dus nu gaan we even kijken wat dit is. Ja, er hoort ook taart eten bij, dat wel. Ja. Nee, dus we gaan even kijken of we dat... Het was net heel hard aan het regenen, dus we dachten nou, jek aan en gaan. Ja, durven we nog niet zo te filmen. Misschien komt dat nog. Vegen, pietenballen. Dus we gaan het nemen. Ik eet smakelijk meer dan. Ja, thanks. Welkom bij deze 37e vlog. We hebben allerlei stukjes film nog voor jullie van de lancering, plannerstickers. Ons nieuwe sportavontuur. We hebben ook wat beelden van. Ja. Geen actiebeelden toch? Of wel? Ja, die staan er ook in. Ja, die zijn ook wel leuk. Ja, dus ik zie jullie ook wat van. En we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, dus doe alvast een duimpje omhoog en veel kijkplezier. We zijn bezig met de story maken voor de nieuwsbrief. En we worden gewoon heel vrolijk van dit vrolijk liedje. Van het liedje, ja. Ja. Hij gaat verstuurd worden met Advent erin. We zitten bij de Bruins Bar voor het eerst weer. De eerste week school hier. En kindjes aan de school. En we gaan lekker even lunchen. Ja. En we hebben de tablet... hebben we mee en we zijn bezig met het maken van andere kleurvariaties voor de plannerstickers. Ja. En we zijn aangekomen bij de trekkers, maar dat zit zo ingewikkeld in elkaar met lagen dat we het bijna niet voor elkaar krijgen om het gemakkelijk om te zetten in kleur. Het lijkt de makkelijkste, maar uiteindelijk is het best ingewikkeld. Ja, dus we gaan kijken of het lukt en dan zien jullie het als het goed is nu al wel of dat goed is gegaan of niet, of dat we alleen die in de kleur zwart laten. Ja, dus dat gaan jullie op de website al kunnen zien. Ja. Wat gaan we straks doen, Merel? We gaan straks live. Oh! Met maar een heel klein beetje plannerstickers. Ja. Kijk, hier hebben we alles al helemaal klaargezet om op volgorde straks zo, deze te pakken. Dan gaan we door naar de volgende, want het is zoveel om te laten zien dat we wel een beetje enigszins de snelheid erin houden of zo. Ja. En dus dit ligt allemaal al klaar. En Merel die heeft een hele mooie spread gemaakt. Met de nieuwe plannerstickers. Kijk eens hoe leuk op zijn kop, maar dat maakt niet uit. Je kan hem even draaien. Dit is toch enig. Dus moet je kijken hoe chic die nieuwe letters zijn. Dat is toch helemaal te gek. Ja. En we gaan nog de mini journal, de lantern en de dragonfly voor de herfst lanceren. Ja. En we gaan even limonade met een ijsblokje drinken. Ja, een heel mooi ijsblokje. Ja, dus we gaan even laatste puntjes op de i zetten. Ja. En dan gaan we zo opbouwen. Mm-hmm. Want voor 10 minuutjes zien we jullie. Ja. Dit is een bekend beeld dat jullie inmiddels hebben. Jeetje, wat staat het beeldscherm veld, zeg. Zo, oké. Okay. Oh. Ja, dit is de traditie, hè? Ja, ja. Merel die is al jullie berichtjes aan het beantwoorden. Ik ben de foto aan het maken. De pagina voor de post waar we onze lancering gaan posten. En zo zijn we altijd lekker bezig naar de live lancering. Onwijs leuke reacties gehad. Dank jullie wel allemaal. Ja. En we gaan even verder. Zodat we jullie allemaal kunnen beantwoorden en dat jullie straks ook nog de live zo snel mogelijk terug kunnen kijken. Even een kijkje in hoe het elke ochtend er naartoe gaat. Ik heb zojuist lopend mijn kinderschool gebracht en oordopjes in. En dan gaan Merel en ik even bellen en dan eventjes kijken wat dingetjes kort sluiten en zo. En vanmiddag komen de laatste items van de dingetjes en die gaan we testen. En het wordt een beetje druk, dus ik ga nu ophangen. Het voelt een beetje awkward zo filmend over een pad. Het is nu middag en we gaan dus even dingetjes testen. Ja. We hebben allebei een journal.
Dan gaan we even kijken hoe het is geworden. Hier al liggen allemaal dingetjes. Nog steeds dingetjes. Ja, we kunnen er niet zoveel op zeggen. Nee. Maar we gaan lekker wat doen. Ja, dus we gaan even aan de gang. En hopelijk is dit... We hebben al eerder wat getest en die waren heel fijn. Dus nu gaan we eens even kijken wat dit is. Jarige. Hier. Zij is jarig. En wie jarig is... Lekker. Worteltaartje, slagroompje. Zonnetje. Nu kan het nog. Morgen gaan we er weer echt onwijs tegenaan. Voor het eerst zonder sportschool. Want die is dus zaterdag verlopen. Ja. Dus we gaan even lekker wat eten. Ja, dat gaat wel lukken. We zijn onderweg iets niet journaldish-achtig te doen. We gaan even shoppen. Ja, Merel die gaat handdoeken scoren die in aanbieding zijn. Lekker zonnig. En ik ga even kijken of ik een bon kan uitgeven die ik voor mijn verjaardag heb gehad van mijn kinderen en mijn ouders. Dus voor een tasje. Ja. En daarna gaan we even naar de Brusbon ons bandje inleveren. En dan gaan we wel zien. Wel lunchen gaan we ook nog doen. Ja, ook zeker. Dus we gaan eens even kijken of we een beetje kunnen slagen vandaag. Hallo allemaal, we rijden hier en wij gaan zowaar een golfcursus voor vrouwen volgen. Ja, er hoort ook taart eten bij, dat wel. Ja, nee, dus we gaan even kijken of we dat wel gaan doen, taart eten. Oh, een beetje zonnetje. Moet een heel lekker gebakje zijn, ja. Dan gaan we het doen, maar anders niet. Ik ga hem hier denk ik niet. Ja, en we zijn een beetje laat, dus we gaan nu die kant op en we nemen jullie even mee, of niet. Het hangt helemaal vanaf of we helemaal overladen zijn met allemaal termen, hoe we die moeten vasthouden. We weten helemaal niks. Nee, dus we zijn heel benieuwd. We gaan voor het eerst zelf oefenen. Merel die heeft de tas op de rug. Ja. Die is pakezel nu eventjes. Ik wil het ook wel doen, maar ze zegt nee, ik draag hem wel. Dus ja, dan ik draag hem is wel. Het prima. Dus voor mij weegt het niet heel veel. Het is gewoon prima. En dan gaan we even kijken. Heb je er zin in? Ja, en het is, was net heel hard aan het regenen. Dus we dachten nou, jek aan en gaan. En nou begint het zonnetje te schijnen dus. Ja, dus we dachten eerst van jek. Jek. We gaan in de regen, maar we gaan wel. Ja. Let's go. We zitten bij de golfclub. En we gaan even eten. We gaan even testen of het eten hier ook lekker is. Ja, we durven nog niet zo goed te filmen. Nee. Misschien komt dat nog. Mm. Dus we gaan even zo. Ja. We staan nu incognito tegen het plantje aan. En we gaan iets lekkers proberen. Mm-hmm. Met een soepje. En een broodje en bitterballen. Bitterballen. Vegan bitterballen. Maar we durven deze niet goed te eten. Want iemand zei dat ze niet zo lekker waren. Dus we gaan proberen. We gaan het testen. Nou, dit is dus een heerlijk paprika soepje. Geroosterde paprika met een broodje en vegen bitterballen. Dus we gaan het meemaken. Eet smakelijk, Merel. Ja, thanks. Dat was hem voor deze keer. Dankjewel voor het kijken allemaal. Superleuk als je het tot het einde gehaald hebt. Yes. En vergeet niet te abonneren. En dan zien we je weer bij de volgende video.